Wat betekent dat Amerikaanse verkiezingsspectakel nu voor ons? Want we weten, het ABP is de belangrijkste investeerder in het grootste Amerikaanse zonne-energiepark in Nevada. En we hebben natuurlijk een NAVO-basis in Brunsum. Hoe gaat het daarmee verder? We praten erover met Amerika-correspondent uit Maastricht, Michiel Vos, die praat mee vanuit Leuven. Giselle Bossen, die is er ook. Zij is hoogleraar externe betrekkingen aan de Universiteit Maastricht. En Joost van der Akker, die is er ook. We kennen hem als gedeputeerde nog van de provincie Limburg. Lange tijd doseerde hij European Studies aan Hogeschool Zuid en nu verbonden aan het United World College. Een avondgast Europa dus over de impact van de Amerikaanse verkiezingen. Ja, van harte welkom vanuit het Europees Parlement, dus inderdaad in Brussel, waar we het zo dadelijk ook nog gaan hebben over de opening van het Mathieu Segers Europa-archief later deze maand in Maastricht natuurlijk. In Centre Céramique gaat dat gebeuren. Maar eerst even naar onze gasten en dan beginnen we in Leuven bij Michiel Vos, want die praat daar mee. Michiel, hoe is het in Leuven? Wat doe je daar? En lijkt het een beetje op jouw hometown, de plek waar je bent opgegroeid, Maastricht? Leuven is net zo oud voelt het als Maastricht. Dat is het natuurlijk niet. Het is heel anders. Maar ik geef hier een speech, een lezing. En daarna ga ik door naar Nederland. En dat doe ik de hele dag. De hele dag geef ik speeches, lezingen, voordrachten, interviews. En dan 's avonds schuif ik aan bij RTL Late Night. Of ik word gebeld door iemand anders. Het gaat de hele dag zo door. Ja, Michiel Vos is inderdaad vanuit Leuven. Zo dadelijk praten we verder over de Amerikaanse verkiezingen. Maar eerst natuurlijk nog even de gasten met Giselle Bossen van de Universiteit Maastricht. Externe betrekkingen van de EU doet u. En had nog druk vandaag in Brussel. Ja, inderdaad. We hadden al een vergadering van een van de EU-projecten. Het is een Horizon-project. En daar ging het over de uitbreiding van de Europese Unie naar Oekraïne, naar Georgië, naar Moldavië. Dus er gebeurt heel veel op dit moment. En daar waren we goed bezig. Ja, hartstikke fijn dat u kunt aanschuiven. Jullie zitten allebei een beetje in het onderwijs. Joost van Akker, van harte welkom. Kennen u natuurlijk als gedeputeerde, zoals ik net al zei. Nu bij het United World College, maar Hogeschool Zuid kent u ook heel goed. Wat vindt u nu van die maatregelen van het kabinet met betrekking tot het onderwijs? Ja, het gaat eigenlijk in de bezuinigingen, maar ook de teneur, tegen alles waarom ik ooit in Maastricht ben gaan studeren. Ik ben European Studies gaan studeren, om samen te kunnen zijn, uit te wisselen met buitenlandse studenten. Een opleiding die over de grenzen van Nederland kijkt, in het Engels werd aangeboden, waarbij je een bredere blik op Europa vanuit Maastricht en met uitwisseling via het Erasmus-programma kon doen. En als je dan nu een kabinet hebt dat zegt Nederland is de norm, Nederlands is de norm, ja, dan sluit je ook eigenlijk de deuren voor die studenten uit de rest van Europa die willen kijken hoe het in Nederland georganiseerd is. En andersom. Dus ik ben er wel van geschrokken. En ik denk ook dat het ten koste zal gaan van het verdienvermogen van Nederland, maar ook van de grensregio's hier in Limburg. Ja, Giselle Bossen, u krijgt natuurlijk alles mee vanuit de Universiteit Maastricht. Hoe is het sentiment? Ja, we zijn ook heel teleurgesteld. En dat is natuurlijk ook op dit moment dat we niet weten, ja, hoe gaat het nu verder? Hoe gaan we verder ons werk ook financieren? En er zijn mensen ook best bang. Hè, hoe gaat het met de banen ook verder? Maar ook vooral, hoe gaat het verder met innovatie? Want overal in het regeerprogramma staat innovatie. Maar dan op de andere manier lijkt het nu dat precies op innovatie ook bezuinigd wordt. En ja, dat is voor ons heel zorgwekkend. Ja, en u bent zelf als Duitse eigenlijk een heel goed voorbeeld van die Europese eenheid zoals Maastricht die graag ziet. Ja, nou, het was voor mij heel fijn om naar Nederland te komen, om hier te werken in Europese studies. En hier ook bij te dragen aan de maatschappij en Nederlands te leren. En natuurlijk ook hier aan de universiteit aan grotere EU-projecten ook mee te werken. En hier ook innovatie te kunnen bijdragen aan de maatschappij. En het lijkt me toch ook een hele fijne uitwisseling van verschillende onderwerpen en wetenschap. En wetenschap is altijd internationaal en die heeft daar ook heel veel mee te maken. Ja, en daarom zijn we ook heel benieuwd naar uw mening. Bijvoorbeeld over het volgende filmpje, want het gaat natuurlijk ook over de Amerikaanse verkiezingen. En we hebben daar natuurlijk een heel spektakel gezien. Met desinformatie, met onwaarheden, maar ook met beeldvorming die natuurlijk beklijft. Bijvoorbeeld met Donald Trump, die zei van ja, in Springfield, daar eten ze gewoon de katten op en de honden. En daardoor hadden we het maandenlang alleen maar over migratie. In Springfield, they're eating the dogs.
They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And when we fight, we win. People of Springfield, please don't eat my cats. Why would you do that? Eat something else. People of Springfield, please don't eat my dog. Here's a catalog of other things to eat. They're eating the dogs. Whoa, 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 whoa. They're eating the cats. Meow, 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 meow. They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs. Whoa, 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 whoa. They're eating the cats. Meow, 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 meow. They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the dogs. Whoa, 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 whoa. They're eating the cats. Meow, 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 meow. They're eating the pets of the people that live. You can't make this stuff up. They're eating the pets of the people that live there. Ja, inderdaad. En Donald Trump die zei dat. En alle experts en alle journalisten zeiden, die Donald Trump die is hartstikke gek. Maar in de praktijk bleek er dus wel op die manier de discussie zijn kanten te draaien. En dus vragen we Michiel Vos, hebben we dan gewoon niet goed opgelet? Zoals ze in Amerika zeggen, he played us like a damn fiddle. Ik denk dat Trump jullie een beetje speelt als een fiddle. Want dat onderwerp migratie, daar heeft hij een heel mooi onderwerp voor heel veel Amerikanen te pakken. Dat zit bij mensen heel diep. En hij durft daar op een andere manier over te spreken dan de normale politicus. En heel veel mensen hebben dat door. He's not a politician. Hij praat anders, hij doet anders, hij houdt zich niet aan de regels. En wij, burgers, zijn het zat. We zijn het spuugzat. En die man beantwoordt ons ongenoegen. En dat doet Trump heel goed. Natuurlijk maakt de pers en de establishment maakt grappen over Trump. Eating the dogs, or eating the cats. Kijk nou toch naar die idioot. Dan staat hij ook nog frieten te bakken bij de McDonald's. Hoe kan dat allemaal? Maar het volk, een deel van het volk, vindt het allemaal prachtig. Ja, inderdaad. Prachtig vonden ze het zeker. Maar ja, de vraag is natuurlijk van ja, is dat een voorbode van wat wij ook gaan krijgen? Die beeldvorming, Gisèle Bossen, is dat dan iets waar de wetenschap ook naar kijkt? Ja, zeker, zeker. Dat is een fenomeen. Dat hebben we recent ook meer en meer gezien, ook in Europa. En we noemen dat de mimification. Dus dat is met memes. Dus mimificatie. Daar gaat het eigenlijk dat politiek wordt meer en meer een verzameling van signalen en symbolen, dan dat het eigenlijk over inhoud gaat. En dat is een nieuwe manier ook om de kiezers te overtuigen om eigenlijk baserend op iets heel inhoudeloos dan toch te stemmen. En nog eens, dat thema is ook niet nieuw voor Trump. Want de huisdieretende Aziat is iets wat al eeuwenlang in Amerika speelt, in de Amerikaanse politiek. Dat heeft een triest verhaal, is dat, maar ook geschiedenis. En dat is dus toch eigenlijk altijd gericht tegen migranten van verschillende achtergronden en sowieso Aziaten. En dat was een beetje raar, want toen ging het met de Japanners die eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog allemaal vast kwamen te zitten in de Verenigde Staten. Ja. Jos van Acker, u komt natuurlijk ook uit de Nederlandse politiek. U zat onder andere bij het extra parlementaire kabinet dat we nog hebben gekend in Limburg. Deze manier van politiek bedrijven en eigenlijk die beeldvorming die zo belangrijk is, vindt u ervan? Ja, het is cartoonpolitiek, factory politiek. Het is nooit een reden waarom ik destijds de politiek ben ingegaan, waar ik nu 3 jaar inderdaad niet meer in actief ben. En ik denk ook niet dat het uiteindelijk iets is waar de mensen gelukkig van worden met het stemrecht dat ze hebben gekregen na de Franse revolutie en de democratisering van West-Europa en een groot deel van de wereld. Doordat mensen nu alleen op cartoons
stemmen. Of nee, ministers die zeggen, ik ga symboolpolitiek bedrijven, want ik zet borden naast asielzoekerscentra. Of ik ben beleid en het maakt niet uit of er uiteindelijk iets gerealiseerd wordt, maar als we maar die symbolen neerzetten. Ja. Hoe kijkt u als VVD'er naar de partij nu, hoe dat gaat? Zoekend naar het liberalisme, ja. En ook zorgelijk wat betreft de Europese positie. Er komt een nieuwe Europese commissie. De vraag is, kan Nederland daarin zijn toontje mee blijven blazen zoals de afgelopen jaren is geweest? Natuurlijk heel blij met Mark Rutte als secretaris-generaal van de NAVO. Dus ongeacht wat er volgende week in Amerika gebeurt, is hij wel een belangrijke steunpilaar ook voor Nederland. Maar het kabinet dat eigenlijk alleen maar zegt, wij gaan hier naar Brussel om of met de vuist op tafel te slaan. Of proberen om ons terug te trekken uit de Europese samenwerkingsverbanden, is niet iets waar de VVD ooit Europa mee in is gegaan. Ja, we kunnen eens even vragen aan Michiel Vos, want die weet natuurlijk als geen ander hoe dat zit in de Verenigde Staten. Even dat verteld, Michiel, je zei, de Verenigde Staten lopen wat dat betreft eigenlijk 5 tot 10 jaar voor op Europa. De ontwikkelingen die je in Amerika ziet, die zie je dan 5 of 10 jaar later in Nederland terugkomen. Qua polarisatie, hebben we daar het ergste gehad? Of heb je het idee dat iedereen toch voorlopig voor eigen parochie blijft preken? Voorlopig worden de bubbels alleen maar erger en de kloof wordt dieper. En de verdeeldheid wordt sterker in Amerika. En het wordt steeds verdeelder over het diploma. Heb je meer diploma's, dan zit je tegenwoordig al snel bij de Democraten. Heb je minder diploma's, dan zit je al snel, er zijn ook uitzonderingen, bij de Republikeinen. Diploma, opleiding is de grote verdeler in Amerika. En ik denk dat we dat ook zien en nog meer gaan zien in Noordwest-Europa. Dat kan haast niet anders. Ja, die polarisatie die manifesteert zich nu ook een beetje in het Europees Parlement. We hebben de Patriotten van Europa, een grote partij geworden natuurlijk ondertussen met onder andere de PVV. Orbán die zit er ook in, Vlaams Belang. En die discussie kreeg een beetje een vertaling in een aanvaring tussen Ursula von der Leyen, de commissievoorzitter, en de Hongaarse premier. There are still some who blame this war not on Putin's lust for power, but on Ukraine's thirst for freedom. So I want to ask them, would they ever blame the Hungarians for the Soviet invasion in 1956? 56-ban meg az ukrán orosz háborúban. In particular, one member state just looked for alternative ways to buy fossil fuels from Russia. A nyugati országok, önök, a háború kitörése óta 8,5 milliárd dollár értékben vásároltak török vagy indiai finomítókból valójában orosz olajat, és bennünket kritizálnak. 5 minutes. Nou, dan is het altijd fijn als de hoogleraar externe betrekkingen van de EU aan tafel zit hier. Giselle Bos, wat hebben we gezien? Mm-hmm. Nou, het is speelt al een tijdje natuurlijk dat Ursula von der Leyen niet heel blij is met de Hongaarse president Orbán. Het is wel ook een tendens dat meer en meer regeringen, ook binnen de EU, ook meer populistische partijen in de regering hebben. En goed, dat is natuurlijk een verandering, ook nu na de Europese verkiezingen, waar ook de commissie mee rekening moet houden. En dat heeft wel ook invloed op met migratiebeleid, maar ook natuurlijk richting Oekraïne, et cetera. Oekraïne is hier natuurlijk ook het grote onderwerp, dat verschillende populistische partijen, maar niet alle, daar zijn dan ook nog wel verschillen, die dan wel ook zeggen, nou, we willen niet langer wapens sturen naar Oekraïne. We willen snel een soort of vrede afkomst samen met Poetin en et cetera. Dus dat is wel een bepaalde verschuiving. Maar in hier is het wat minder. We zien die verschuivingen wat minder op het gebied van Oekraïne. Want bijvoorbeeld die Italiaanse president Meloni is natuurlijk is iemand die ook heel veel Oekraïne ondersteunt. Natuurlijk ook een beetje af te lenken wat dan in de binnenlandse politiek gebeurt. We zagen net Michiel Vos en die zei van als je gewoon kijkt naar de Verenigde Staten. Trump die weet eigenlijk toch, als je kijkt naar het aantal kiezers dat hij uiteindelijk heeft verzameld, ook heel goed die onvrede te kanaliseren. Hoe kijkt u naar de ontwikkelingen in Nederland van de laatste 4, 5 jaar, hoe dat is gelopen?
Nou, instabiliteit op landelijk niveau. Het duurde heel lang voor het laatste kabinet Rutte werd geformeerd. En vervolgens kwam het amper echt aan regeren toe. Ook vanwege die onvrede, verder conflicten op het gebied van stikstof, migratie, woningbouw, belastingstelsel, natuurlijk toeslagenschandaal, werd of wordt niet opgelost. En dat zorgt steeds voor blijvende onvrede, waardoor de mensen het gevoel hebben, de politiek is geen onderdeel meer van de oplossing van het probleem, maar is zelf onderdeel van het probleem. Dus politiek moet in staat kunnen zijn om besluiten voor de lange termijn te durven nemen. En dat zien we wel wat stagnatie op de laatste jaren in Nederland. Ik denk dat alleen de pensioenwet een van die grote wetten is geweest die het vorige parlement wel heeft kunnen door de beide kamers kunnen, of die het kabinet door de kamers heeft kunnen loodsen. Tegelijk zien we nu een parallel voor 2016, waar we nu voor staan. Giselle Bossen noemde net Brexit, was in 2016. Inderdaad, ik vind ook, een land moet vrij kunnen kiezen, wil het bij de Europese Unie zitten. En als het uiteindelijk vrij kiest om daar niet bij te zitten, dan moet het op zijn manier zijn eigen boontjes doppen. Dat doen de Britten nu ook. Ze komen er misschien nu achter dat het hun economisch best wel kost. Maar ja, aan de andere kant, als ze nou echt niet willen, en dan vinden we een andere weg. Dus zo moet je ook kijken. Noorwegen zit ook niet bij de Europese Unie. Zwitserland ook niet. Vinden via allerlei bilaterale afspraken toch hun weg in de samenwerking. Maar ook ja, Orbán, die zijn anti-migratiewetten afkondigde met een referendum in 2016. Trump, die voor de eerste keer gekozen werd. Je kunt heel veel spanning opbouwen. Uiteindelijk moet je ook kijken, wat is nog wel mogelijk. En Amerika is niet uit de NAVO gestapt onder Trump. Ik hoop ook niet dat het zover zal gaan komen of die kant op gaat. Maar je moet wel met scenario's rekening houden. Ja, daar gaan we het dadelijk nog over hebben. Maar eerst nog even terug naar van ja, hoe doe je dat dan met de kiezer? Hoe spreek je hem aan? Dat is een dilemma waar ook Nederlandse partijen natuurlijk mee worstelen. En waar uiteindelijk Geert Wilders het antwoord op vond afgelopen jaar. Frans Timmermans zei er het volgende over. Omdat heel veel mensen op dit moment vooral geleid worden door hun onzekerheid en soms zelfs hun wanhoop. En als je geen licht meer ziet, dan is het heel makkelijk om je stem op een kwade manier te formuleren. Om iemand te steunen die je denkt, nou die is in ieder geval boos en die gaat zijn boosheid namens mij verwoorden. Wij moeten ervoor zorgen als progressieve beweging, of het nou Partij van de Arbeid is of andere bewegingen, dat we mensen weer de hoop teruggeven die ze nodig hebben om te geloven in de toekomst. Daar zijn we nog niet voldoende in geslaagd. Maar Jan Schäfer was ook af en toe boos, of Thijs Wulkens. Dat kan toch ook af en toe functioneel zijn als bijvoorbeeld de kinderarmoede fors stijgt zoals nu? Ja, nou daar zijn we ook heel boos over. Alleen Jan Schäfer, die was boos over de woningnood en die kwam toe met oplossingen voor die woningnood. Thijs Wulkens was boos over de ongelijkheid en die kwam toen met oplossingen voor de ongelijkheid. Ongerichte boosheid die zich alleen maar tegen andere mensen richt, die alleen maar mensen tegen elkaar opzet, maakt ons land zwakker. Ja, het is natuurlijk de vraag voor links. Hoe kunnen we die kiezers uiteindelijk weer te pakken krijgen? Of van Michiel Vos zei, de kiezers met iets mindere diploma's. Want dat is wel het bepalende criterium op dit moment, eigenlijk als je kijkt naar de stemmenverdelingen. Michiel Vos heeft natuurlijk dan ook, Michiel, en dan gaan we nog even terug naar Leuven, die opkomst van Trump gezien de laatste jaren. Wat is geheim geweest? Ik denk dat Trump laat zien hoe je een populistische beweging, hè, kan neerzetten die aansprekend is voor de gewone man. Niet altijd hoger opgeleid, iets lager opgeleid. Vaak, maar niet altijd wit. Mensen die zich een vreemde in hun eigen land voelen. Die achterblijven met de kruimels, terwijl anderen er met het taartpunt vandoor gaan. Die vindt dat die eigenlijk wordt overgeslagen. Vroeger noemden we dat in Amerika the forgotten man, the silent majority. Nou, daar heb je allerlei termen voor. Daar spreekt Trump tegen. En dat is zijn boodschap. We're going to go back naar een Amerika wat beter was. We're going to make America great again, zoals het ooit was, voor die mensen. Wat je ziet bij Orbán en Wilders lijkt een heel klein beetje op Amerika. Maar het unieke van Trump is dat hij dat allemaal, anti-immigratie, ook nog eens een keer vat in een hele erge financieel-economische boodschap. Hij kijkt uiteindelijk naar alles door de lens van het geld. En daar is Trump heel goed in. Als de ondernemer, maar ook de man die de hele tijd zegt tegen Amerikanen, we worden genaaid, Europa betaalt niet mee, China zit ons tegen. Hij kijkt naar alles door de lens van het geld. En dat komt bij Amerikanen althans altijd heel hard aan. Dan gaat het over kitchen table issues, hè? Het betalen van de rekeningen aan de keukentafel. Hoe gaan we dat doen? The economy, de prijs van een dozijn eieren en benzine gaat omhoog. Dan stem ik dus op Trump. Want hij gaat dat allemaal fixen. Alles is
ook een beetje in het Trump-visie overleven. Niet zozeer leven. En dat overleven in Amerika, dat harde, daar maakt hij gebruik van met zijn economisch-financiële boodschappen. Ja, dan heb je natuurlijk wel in Amerika met Trump eigenlijk één man die de partij leidt. In Nederland kennen we dat fenomeen eigenlijk ook wel. Hè, met Omtzigt, heel belangrijk voor de partij. Met Baudet natuurlijk, met Wilders. Denkt u wel, Joost van der Akker, dat op het moment dat zo iemand weg is, dat eigenlijk ook de beweging ten gronde gaat, ten ziele gaat? We hebben dat in Nederland natuurlijk wel gezien. Bijvoorbeeld met een poging van een gezicht van een partij, Rita Verdonk. Nadat ze uit de VVD was gezet, met Trots op Nederland opkwam. Maar eigenlijk toen ze het niet wist te scoren en ook weer van het toneel verdween, was de partij ook niet. We hebben met de LPF precies hetzelfde gezien. Natuurlijk op de verschrikkelijke moord op Pim Fortuyn. Dat hij er letterlijk niet meer was. De partij het ook niet kon redden. Dus ja, ik vind het een instabiel model. Een partij zonder leden en waar één iemand alles bepalend is. Zowel in de uitstraling als in wat er gebeurt binnen die partij. Laten we kijken even naar Mark Rutte die op bezoek gaat bij Zelensky. Was natuurlijk heel symbolisch, deed hij al heel erg snel. Hier ging hij op bezoek in Oekraïne, mocht hij meteen een handje geven aan de Oekraïnse president. Die ook nog hier in dit Europees parlement was natuurlijk. En uiteindelijk ook een korte persconferentie gaf en liet weten waar de schuld lag van het huidige conflict in Oekraïne. Yes. We have not spoken for 3 months. Thank you so much. The only country here that has crossed a red line is not Ukraine, it is Russia. Duidelijke woorden dus inderdaad van Mark Rutte, de nieuwe voorman van natuurlijk de NAVO op dit moment. En die dus met Oekraïne een heel moeilijk dossier in handen heeft. Jos van Akker, hoe kijkt u daarnaar? Hoe gaat dat komende tijd, komende jaren? Nou, het zal niet alleen bij woorden, maar uiteindelijk ook bij daden moeten blijven. Dat afschrikwekkend effect wat de NAVO, waar ze ooit voor is opgericht, om de Russen buiten de deur te houden, letterlijk, in West-Duitsland. En de grens die daar toen liep, dat die NAVO-grenzen gehandhaafd blijven. En dat is natuurlijk ook spannend voor de Baltische staten. Estland, Letland, Litouwen. En inderdaad de financiële steun vanuit de NAVO-landen om de Oekraïnse defensie te ondersteunen. En daar heeft Mark Rutte ooit van gezegd, dat was goed van Donald Trump, dat hij uiteindelijk de landen onder druk zette om meer bij te gaan dragen. Want dat heeft wel die discussie op gang gebracht. Dat was ongeveer een van de weinige dingen waar Rutte blij mee was onder Trumps presidentschap. Dat hij die financiële discussie heeft aangewakkerd. Maar zodra Europa of de VS een terugtrekkende beweging maakt, is dat natuurlijk, ziet de Russische beer zijn kans schoon. En dat mogen we niet laten gebeuren. Ja. U kent Rutte wel, hè, van uw partij ook. Is dit wel de goede man op de goede plek op dit moment? Hij lijkt mij een fantastische secretaris-generaal van de NAVO op dit moment. Door zijn lange staat van dienst, waar hij natuurlijk ook zich ontwikkeld heeft op het internationale toneel. De Mark Rutte van 2010 is niet de Mark Rutte van 2023 als premier. Dus dat is heel mooi om te zien. En ja, je bent als secretaris-generaal natuurlijk ook altijd ook een consensusfiguur tussen die bijna 30 lidstaten van de NAVO. En dat heeft Rutte in het Nederlandse polderlandschap natuurlijk ook wel door en door geleerd. Dus ik denk dat hij op dit moment geknipt is. Ja. We kunnen even schakelen naar station Leuven, want daar zit Michiel Vos. Die ook weet dat natuurlijk Trump heel sceptisch is, maar ook Kamala Harris natuurlijk van tevoren al aangaf van ja, misschien moeten we meer naar de Atlantic kijken, de Pacific. Misschien moeten we de andere kant uit kijken. Misschien moeten we die pivot naar Asia maken. Hoe gaat het straks, Michiel, met die toekomst van de NAVO? De uitdaging voor Amerikanen is, wat hebben we aan Europa? Zijn het een stelletje zeurpieten die uiteindelijk niet meebetalen? Of hebben we ze iets aan ze? Zijn ze onze transatlantische partners? Maar waarom doen ze dan niet meer? Waarom betalen ze niet meer mee? Waarom doen zij niet meer aan Oekraïne, zodat wij minder hoeven te doen? Dat is volgens mij de uitdaging. En waarom doet Europa in vergelijking met Amerika moeilijk over het dossier Israël? Dat is natuurlijk ook een heel ingewikkeld onderwerp. Amerikanen staan min of meer pal achter Israël. En Europa voelen de Amerikanen veel minder. En dat is een moeilijk ding. Dus us Rutte hebben we nodig straks. Die moet als secretaris-generaal, stel dat Trump wordt gekozen, dan zal die toch naar Washington moeten. En dat wordt een ingewikkeld gesprek, ja. Ja,
hele moeilijke zaken inderdaad, moeilijke dilemma's. We gaan naar het volgende onderwerp en dat is het Europa-archief. Mathieu Segers staat opent later deze maand in het Centre Céramique in Maastricht. Want Mathieu Segers, als geen ander, had natuurlijk mooi perspectief op die internationale dynamiek als het ging over de Europese Unie. Was natuurlijk ook de man die min of meer zichzelf identificeerde met dat verdrag van Maastricht. Dat verdrag wat gesloten werd op het moment dat hij als jongetje in Maastricht, in Wiek, gewoon die Europese regeringsleiders allemaal bij zichzelf aan de stoep voorbij zag gaan. Zo keek hij ernaar 2 jaar geleden. Ja, daar gebeurde het. Daar zat de Duitse delegatie onder leiding van Helmut Kohl de standpunten voor te bereiden die ze gingen innemen aan de andere kant van de brug waar we nu op staan. In de onderhandelingen in het provinciehuis, en dat is daar. Ik wou aan het werk. Als u nou weggaat, gaan wij aan het werk. Ik was geïnteresseerd in de politiek en ook wel geïntrigeerd door het feit dat de wereldpolitiek letterlijk zich in de straten van mijn leven begon af te spelen. En daarom wilde ik daar eigenlijk zo dicht mogelijk bij in de buurt komen. Ik probeerde dus bij dit hotel dat ik zo goed kende en waar ik zo dicht langs kon lopen normaal gesproken aan te komen. Maar dat lukte niet omdat eigenlijk alle straten eromheen afgezet waren. En ik kwam dus niet veel verder dan een paar honderd meter vanaf de voordeur van mijn ouderlijk huis op de Wilhelminasingel. En dat vond ik eigenlijk heel erg teleurstellend. Dus ik heb toen nog geprobeerd, ik heb met mijn fiets gaan parkeren of ik te voet niet tussen de afzettingen door kon komen. Maar dat bleek onmogelijk, de veiligheidsmaatregelen waren te streng. Ja, Mathieu Segers, dus de man die ons vorig jaar veel te vroeg is ontvallen. Was Gisèle Bosse nog uw collega? Yes. Ja. Hij was bij dezelfde faculteit, ook in de groep van politieke wetenschappen. Mm-hmm. Maar dan als vertegenwoordiger van de geschiedenis, Europese geschiedenis. En het was een hele belangrijke rol die hij speelde. En dat was die bruggenfunctie. Tussen de wetenschap hier in Maastricht en dus de sociale wetenschappen en geschiedenis en de maatschappij en de regio. En dat was een rol die voor de universiteit enorm belangrijk was. En er is op dit moment er is niemand die hem op zich kan vervangen. En juist nu, waar de hele discussie met internationalisering speelt en Europa in Maastricht en hoe we daarmee omgaan en de internationale studenten, dan is het eigenlijk, wij missen hem daar ook. Eigenlijk een stem die gemist wordt in de discussie op dit moment. Ja. Ja, en het is toch de erfenis van het verdrag van Maastricht. Uiteindelijk die niet alleen door de politieke wetenschappers, maar ook door de politici zelf moet blijven worden uitgedragen. Het feit dat in onze Limburgse hoofdstad de euro is geboren en uiteindelijk de Europese Unie zoals we die nu kennen. Mathieu Segers zei, Helmut Kohl's ring zijn standpunten bepalen. Ik heb voor onderzoek dat ik ooit naar het verdrag van Maastricht deed, Theo Weigel, de Duitse minister van Financiën, geïnterviewd. En die zei letterlijk, Helmut bleibt hart. En dan ging het over die Maastrichtse convergentiecriteria. Uiteindelijk, we willen de euro, maar wel volgens onze afspraken. We zien nu Europese leiders die liever niet over nieuwe verdragen meer willen spreken, omdat ze het al helemaal er niet meer van zien komen. Dus we zitten nu met 15 jaar oude Europese verdragen die misschien ook niet meer helemaal bij de tijd zijn. Nee. Dus er is gewoon werk aan de winkel. Ja, u heeft er in uw tijd nog een boekje over geschreven zelfs bij de gemeente Maastricht. Wordt nog wel eens onderschat, dat verdrag? Ja, want uiteindelijk is het waar het huidige Europese Unie op gestoeld is. En het is ook wel het moment geweest waar de Britten langzaam weer van de Europese Unie zijn gaan weglopen. Want ze hadden die opt-out van de euro en het sociale beleid. En het is eigenlijk tussen de Britten en de Europese Unie daarna nooit meer goed gekomen. Maar het liet ook wel zien dat je dus een Europa van meer snelheden, van flexibiliteit, dat er mogelijk is. Niet alle landen hoeven binnen de euro te zitten. Niet alle landen hoeven even ver mee te doen met het migratie- of defensiebeleid. Mm-hmm. Alleen die trots van dat we de Europese Unie met elkaar hebben opgebouwd, die hoor je eigenlijk buiten de Europese Commissie van der Leyen, hoor je die weinig meer. Nee. Kunnen we nog even naar Leuven even vragen aan Michiel Vos of hij ons context kan geven bij dat verdrag van Maastricht. Toch het verdrag uit zijn stad, uit zijn Maastricht, de plek waar hij opgroeide. Maar misschien kan hij het plaatsen in de Amerikaanse context. Hoe verhoudt het zich tot de Amerikaanse verdragen?
Als het verdrag van Maastricht voor het eerst zegt, we gaan een gemeenschappelijke buitenlandse politiek en defensiepolitiek voeren en natuurlijk de munt, dan kun je het een beetje vergelijken natuurlijk met de eenwording van de 13 koloniën die vechten tegen een gemeenschappelijke vijand. Dat is dan misschien een beetje anders, maar helemaal in het begin van Amerika, aan het eind van de 18e eeuw, na de Declaration of Independence, dan na 1776, dan is er een roep in Amerika om een gemeenschappelijk defensiebeleid. Hoe anders kunnen we de Britten verslaan? Daar moeten we samen voor zijn. We kunnen niet meer alleen staan. 13 koloniën. Dat is een beetje vergelijkbaar met een Europa van afzonderlijke landen die vervolgens zeggen, we moeten samenwerken, defensie, buitenlands beleid, we moeten ook een munt hebben. Nou, dat was in het vroege Amerika ook zo. Iedereen deed maar wat in al die staten. En toen werd dat gevormd onder één constitution, onder één grondwet. He, met een beetje vallen en opstaan is die uiteindelijk opgezet. En hebben we nu een union of states, he, een soort van gemenebest, maar nog meer natuurlijk, een echte unie van staten die samenwerken, met name op buitenlands gebied en op defensiebeleid. Ik vraag me nog even over United World College. Hoe kijken internationale studenten nu naar deze discussie? Krijgen ze een beetje mee in Maastricht van hoe dat gaat in Nederland? Of is dat eigenlijk toch ook weer een beetje een eigen bubbel en hebben die hun eigen wereld? Ja, het is een internationale school waar kinderen zitten van jongste zijn 4 jaar en de oudste zijn 17 jaar. Mm-hmm. Honderden nationaliteiten, 900 leerlingen en ook docenten, 100 docenten van tientallen nationaliteiten. Dat is een eigen bubbel per definitie voor een stuk. Maar die internationale conflicten Israël-Palestina speelt ook in zo'n gemeenschap enorm op. Alleen wat wel onze opgave is, natuurlijk ook van het college, om ook binnen de stad verder die plaats van Europa te verankeren of te verbinden. Mm-hmm. We zeggen wel eens, het United World College is eigenlijk het best bewaarde internationale geheim van Maastricht. Want een hele hoop leerlingen van bijvoorbeeld expats die hier komen werken, zitten daar op school. Alleen daarna vliegen ze ook weer uit over de rest van de wereld. Ja. En dan heeft de gemiddelde Maastrichtenaar daar weinig van meegekregen. Ja, het zijn natuurlijk ook een beetje de ambassadeurs wel. Hè? Er zijn maar 18 United World Colleges in de wereld. Ja. Ja, daarom. Ons motto is ook sustainability and peace, duurzaamheid en vrede. Mm-hmm. Nou ja, dat blijven natuurlijk twee grote opgaven, zeker ook in deze tijd van oorlog. Ja. Laatste vraagje nog voor Michiel Vos. Met de vraag in Leuven, bij al de studenten van de Katholieke Universiteit die daar in de zaal zitten. Op het moment dat het vraagje komt van ja, ik wil ook heel graag correspondent worden in de Verenigde Staten. Hoe moet dat dan? Wat zeg je daarop? Just do it. Dat is de slogan van Amerika. Uiteindelijk moet je het gewoon doen. Dus uiteindelijk moet je er naartoe en moet je zorgen dat je een verhaal kunt vertellen in Amerika dat niet alle anderen ook kunnen vertellen. Dus je moet toegang hebben, access, het gaat altijd om access, toegang hebben tot een verhaal, tot jouw point of view. Jij vertelt je eigen verhaal dat jij ziet in Amerika, iedereen heeft zijn eigen Amerika en dat breng je mee naar huis en dan kun je journalist worden. Goed, gaan we ook langzaam afsluiten hier vanuit het Europees Parlement. Moet u nog een rondje maken in Brussel of bent u klaar voor vandaag? Voor vandaag is het even goed geweest. Ja, maar het is wel typisch dat u er bent natuurlijk, want de universiteit heeft nog een campus hier in Brussel. We hebben een campus, we hebben ook heel veel projecten hier met de Europese partners. Heel veel Europese partners. Ik moet zeggen, ja, die zijn natuurlijk ook een beetje geschrokken, want ze kennen Nederland als kennisland. Mm-hmm. Ze zijn dan denken ook, ja, wat gaat er nu gebeuren? Want wij zijn best leidend in heel verschillende wetenschappelijke gebieden. We willen natuurlijk graag verder hiermee en met Europese partners samenwerken. Dus hopelijk gaat ons dat ook nog in de toekomst lukken. Ja, heel veel succes met uw werk. We kunnen terug nog naar Maastricht zo dadelijk. Jos van Akker, kunt u nog gewoon doorrijden? De grenscontroles die zijn er nog niet. Had u ook niet gedacht als gedeputeerde dat 5 jaar later nog een keer aan de grens nee, paspoort... Ik vond het met corona al een schrikbeeld dat ik niet meer hardlopend naar Cannes de grens over kon. En we hebben nu eindelijk die 3-landentrein waar ik straks mee terug richting Maastricht reis. Maar ik hoop niet dat we daar paspoortcontroles in gaan krijgen, want dan zijn we weer terug bij af. Ja. Nooit. Goed, hartstikke bedankt voor jullie komst in ieder geval. Ik bedank u voor het kijken. We zijn natuurlijk volgende maand weer. En dan onder andere beelden van die opening dus van dat Mathieu Segers Europa-archief in Maastricht. Hele fijne avond. Dag.